Welkom bij de Vierke Isoltour. We zijn terug een keer op een Lego-beurs in Tielt. Brik. Trix? Brik en Trix. Hallo. Trik en Brix. En inderdaad, we zijn er samen met Angelina. En we gaan een keer binnen gaan kijken in, naar al de creaties. Maar het is wel direct al winkeltjes. Het is redelijk wel. Maar ik vind dat zo'n klein ding, dat ook wel gezellig kan zijn. Want in Kortrijk heb ik dat gedaan met mijn pa, maar dat was dan nog kleiner dan hier. Ik vond het wel gezellig. Want de mensen praten dan eigenlijk meer over de creaties. Meer over de creaties, ja. Dat is ook mooi. Het zijn wel toffe dingen. Het zijn kleine dingetjes, maar toffe dingen. Een klein stukje, dat voor. Wat? Aan die schip, aan zijn neus, helemaal boven. Ja. Dat in de zijkant zie je, is een beetje los. Maar ja, ik denk dat het wel moeilijk is om dat iedere keer zo mee te nemen. Maar die schip staat sowieso in brand. Dus het is misschien de bedoeling. Ja, het is de bedoeling. Het is de bedoeling. Want die haai, rennen maar haai. Die vind ik ook wel leuk gedaan. Dat is dan weer een hoeverkracht, was dat tegen ze? Ja, ja. Die is ook wel leuk. Is dat? Nee, dat in de films staat dat wel. Er zijn ook mensen bezig met kindjes aan het zoeken. Want we hebben aan de kassa gezien voor 1 euro dat je een soort van fotozoektocht of zoiets kan doen, ja, met kindjes. Ja, dat kan ik niet opnemen. En dat was ook allemaal wel wolkjes. Oh, ik ga dan een keer tonen in deze hoek, of die hoek, ik weet het niet. Het is best. Die persoon heb ik al gezien. En dat was ook met wolkjes. Het is daarmee dat ik zo wat herken van die persoon. Ik vind dat wel tof. Een tof ontwerp eigenlijk. Het is heel mooi. En zeker dat hier. Met al de schatten in de, noem je dat weer, de zeppelin. En een ballon, het is er zo echt van, ik denk dat het zo een droomwereld is. Ja, like twee tijd. Ja, droomwereld, fantasiewereld. Oh, dat is hier heel leuk ook, hè. De gezinsfoto in minifiguurtjes nagemaakt, dat is leuk. Hier. Ja, de wolly. En dan is het die. Muizenval. Dat is leuk. Kom je kijken. Oeh, Railway Brick Museum. Ja, toch. En al die verhaaltjes ook iedere keer naar je erin kan zien. Dat is heel leuk. Ah, ja. Met die Lego logo erop. Ja, een leuke ding. Dat we aankomen. Ik denk dat er wel heel veel werk aan hebben. Ja. Zeker daar. Zeker met die slopes of die structuur is heel mooi eraan gemaakt. Heel leuk gedaan. En wat was het idee om dat te doen, als ik mag vragen? Omdat ik ben van oorspronkelijk van Tiel. Ja. Dus omdat het in Tiel is, ik ben vorig jaar begonnen met een deze. Ja. Oké. Okay. En dan dacht ik dit jaar, oké, ik wil er iets bij, dan ik het wapenschild en ik de tank en de molen. En de molen, ja. Het is juist. Maar altijd in, dus een beetje de techniek van microscale. Ik weet dat ik van andere Lego-bouwers heb gehoord dat eigenlijk de het moeilijkste, denk ik, is om te bouwen, die scale goed krijgen en dit en dat. Ja, en bijvoorbeeld om de detail eruit te laten. Oh ja. Maar dat is gebaseerd op een van mijn eerste Lego-dozen die ik ooit heb gehad. En dat was zo'n algemene bouwset. En je kon daar zo verschillende dingen mee bouwen. En een van die dingen was zo een fabriek. En daar zat een motor in. En in het begin had ik heel veel moeite om, want je wilt er detail in steken, maar je moet dat eruit laten. Ja, dus ja, dat niet te druk is en dat en dat, ja. Dus je moet wel zien dat het herkenbaar is. Ja. En dan met een paar nuances zo aanduiden van oké, daar zit een rammetje in, daar zit een schoorsteen in. En, dat wapenschut, dat is en die diepte denk ik ook, hè, erin. Ja, dat is nu nog redelijk simpel. Maar het moeilijkste was eigenlijk hier de binnenkant. Ah ja, want omdat om eigenlijk die een vorm goed te krijgen, je hebt geen blokjes, want die blokjes zitten eigenlijk gewoon zo naar boven. Ja, dan loopt dat zo, een hoekje zit dan. Die vanaf hier, die zitten op een kop naar beneden. Naar beneden. Ja. Merci voor de informatie, meneer. Dankjewel. We appreciëren enorm. Wim, wacht hoor. Wim de Mei? Ja. Voilà. Wim de Mei. Dankjewel, Wim de Mei. Dankjewel. Het is oud en nieuw dat denk ik. De bloemetjes hier, zijn nieuw. Ja. Die deuren zijn heel, heel oud. Maar zo kotte. Zo kotte al die dingetjes. Het feit. We hadden allemaal zo gezichtjes. Ja.
Ja, hij ook zien. Altijd diertjes. Is ook zo die pootjes. Maar het ook altijd diertjes of mens nog, dat weet ik niet meer. Dat is de kantine. Het is ook kantine. Amai, ze drinken veel, hè. Oei. Wat tof, hè. Oh, dat is heel gedetailleerd. Kijk, ze bezig. Dit is wat frietjes aan het maken, ja. Dat is heerlijk. Banaan, dat is kodde, gemaakt, jong. Ja, heel leuk, hè. Kijk, zo taartjes. Dat vind ik de plongeur. Frigo. Echt. Ja, zo de plongeur, hè. De plongeur. De plongeur, wat ik is dat weer voor iets. Ah, maar ja, een afwasser, hè. Een afwasser. De plongeur, hè. Een afwasser. Wat noemt dat weer? Dat is niet dot, hè. Dat is, we winnen allemaal één op one plate. Ja, één op one. Ja. Al mozaïekjes. Pokémon figuurtjes. Oeh, dat is ook speciaal. Ja. Is die, kan hij draaien in het rad? Of niet? Ja. Oh, tof. Ah. Ah, ja, maar ja, dan gaan we dat niet doen. Dat gaan we niet doen. Dat is hier kei groot. Het is echt wel mooi. Met tuintjes en allemaal van achteren. De elektriciteitscentrale, vermoed ik. Dat is echt wel tof gedaan. Al die verschillende ronde tiles, dat eigenlijk echt een pad is. Hé. Maar ook dat koper ertussen. En het zit laswerk ook wel tussen, denk ik. Yeah. Ja, het is het laswerk ook. Dus het zijn handy guys of women die dit hebben gemaakt. Zie. Oh, wauw. Met licht en al. Dames en heren, jullie hebben een veilig afstand te houden met onze lijn. Oh. Dat is mooi. Hey, hey. We zijn een lekkere broodje aan het eten. Een smos en een broodje kaas. Oei, mijn actie. Oei. Oei, een salaris trouwens. Het is storm op zee, hè. Die stukt. De kleine jongens, hè. Hoi, hoi jongens. Het is tijd voor een koffietje na een broodje. Luide koffie, hè. Wat ook heel leuk is zo die drie koppen gedraaid. Heel leuk gedaan. Heel leuk. Eerst aanbouwen, niet voor even. 10 meter nog, 30 beestpits. Amai, 30 toch nog. Maar kan dat zin dat ik dat tel daar al een keer zie staan op een andere beurs, apart? Ja, het is muziekjes, ja. Ja, die, zie je. Andere. Allee, mijn maat, een meisje die dat te horen zetten. Ik kom zelfs een roker. Iemand die zijn dochters groen uit met een vrouw in. Ja. De vrouw van de inrecht hier. Nou, goed, dus als meisje, hoe lang heb je daar al gezien? Een jaar. Een jaar? Van het uittekenen een lange rol op behangpapier. Ja, eigenlijk echt. Ja. Het is hier. Oké. En het eerste wat je doet is, of dan we in dat de training rond is, is eigenlijk eerst die training voor de training. Ja. Maar je moet zorgen dat je een training doet. En wat dat ook iets is dat we proberen. Als je veel jongens ziet, ziet die jongens, is dat iedere goede training gewoon aan de buiten kan doen. En dan heb je geprobeerd van een klein beetje. Ja, langs binnen te gaan. Ja, als ik wel ga, binnen kunnen staan 3, regelclubwetterij, dus B-luchtwetterij. Ja. Het idee van met een aantal mensen te horen. Alleen gewild, want dat was van de enige beurzen in Europa. Ah, kijk, ja. Maar goed, ik nog 40.000 man heb op in de week. Amai. Dat bestaat nog altijd in hier. En daar in mijn tijden met 15 meisjes leeuws van 50 vierkante meters te zetten. Met baarden van 2 meter. Yo! Ja. Muisa! Ja, want daar bestaan nog altijd beelden van. Buurt kunnen nog altijd beelden. Maar wat is daar eigenlijk het uitgangspunt? Dat is 1 en 1 is 3. Dat wil zeggen dat je ooit te horen werd, veel schoenen resultaten in, dat je alle 4 apart moet zitten. Daar zijn we jammer genoeg de dag van vandaag, de laatste 10 jaar, is dat de mentaliteit gekomen. Iedereen bouwt iets. Ik heb gebouwd, ik hoor het zeggen en ik wil het eer voor mij. Nee. We zijn hier in 2009, ik te horen met een paar andere mensen die beurzen hebben.
En we zijn altijd, ik kan dat ook nog op de foto's van weer zijn, altijd die binnenruimte, dat is mijn vier pilaar, altijd heb gevuld met een groot leeuw. Heel haas, nee. Amai. Al 5 jaar bestond in 2010. Wauw. 14 en hier een brug gehad van 7 meter. Ach, vind ik dat hier al gigantisch. Ja, dat was van de oudheid en dat is er zeker wel zo. Zo'n ding, dat is altijd hangen aan boven en dat was dan vooruit de schepen vracht te doen. Ja, ik denk dat dat is, maar ik ben niet zeker. Dat dat een rij is vandaar. Ik zei een fruitier. Een fruitier? Een fruitier. Maar hier, zie. Het is allemaal in microscale gebouwd. Carousel. Wel een attractie van onze eerste attractie op de Lego Bus. Ja, ja. Daar. Hey, dat is tof. Dat is die auto dat graag zo wel hebben in de nieuwe set die eraan komt. Ja, dat is heel leuk gedaan. Playground. En hoe is de hamp playground vandaag? Tof gedaan, jong. Dan ga je dan thuis op filmpje kijken waar de Batmans allemaal staan. Dat wat? Ah ja, je moet kijken hoeveel Batmans er staan. Batman nu het allemaal gefilmd hebt, moet je dat toch erbij kunnen vertellen. Oké. Okay. 1, 2. Help, ik heb hier zoeken als jullie. 3. We zoeken aan de Batmans in. Hoeveel? 2, 3, 4. Of trek daar een beetje op, hé? Staat er. Ja, maar je hebt die niet. Hoeveel eentje dan? Ik haal er 6. Nog 1, dus het moet er 7 zijn. Lego City. Wat heb jij? Hier. Daarin. Ik kan die nog mee getaald. Die daar, die. Ja, maar die. Die heb ik ook al mee getaald. Ah, als je een foto neemt, dan moet je ook wel zorgen dat je weet wat het verhaal is. Hoe is het verhaal? Om dan heel die uitleg te hebben. Wel lachen dat je dat kan lachen. Omdat... Ik vind het even niet. In Amsterdam zeker, in Nederland zeker. Maar je moet een keer, okay, vandaar en dan achteruit gaan. Want nee, ga je het niet zien en achteruit ga je meer het geheel zien. Dat is toch van pixels, snap je? Ja. Hoe verder hij gaat, hoe mooier dat eigenlijk is. Dat ik die dingen een keer samen gezien met dat ik het samengevoegd was in de ja, want ik zie Shellen allemaal staan, dus ja. Een hele oude set. Ja. Hele dure set. Tof, hé. En die boompjes. Like, die huis, die boompjes. Sorry, je kunt niet bouwen, dus daar komt de ding al weg. Kijk, de boef. Ja, de boef al weg. Ik doe alleen de wielen erop. Dat is tof, hé. Waar zit deze? Wie vindt Gwen en Jens? Kijk, voilà. Moet Gwen en Jens vinden die. Dat is echt maar dat is helemaal mooi. Hij is ook gestaan, ik ben het 100% zeker, 2 jaar geleden op de beurs, die basketbalbeurs in Kortrijk, stond er ook zoiets, maar het is weer helemaal aangepast. Dus het is een beetje met dezelfde dingen, maar het is heel altijd aangepast en ik denk dat het iedere keer aangepast is, want dat is allemaal nieuw voor mij. Ja, en de kerst met een koor en ja. Zo. Het is echt heel mooi gedaan. Ja, het is echt een kerst. Kijk, hoe mooi. Maar Jezus Christus is naar beneden. Ja, pleit en
plates en godverdomme en plates. Plates en wat het andere. We noemen ze dat weer. Maar al die huisjes, ah, fantastisch. En dat is altijd leuk, hè. Bij elke Lego-beurs zijn er attracties. Het is van Vanessa Matthews, kijk. Ja. Vanessa Matthews, Lock Hero, Lock VIP, Biggie fans. Oh, maar ik vind dat relief heel erg mooi gedaan. Van die brug ook. Heel mooi gedaan. Kijk naar de andere kant. Ik sta in een echt station met de fietsenstalling. Oh, dat is hier ook wat tof gedaan. Dat relief. Dat is heel, heel leuk gedaan. De trein is aan, hè? Ja. En daar is de... Oh, ja. Zal ik zeggen? Ik kan mij niet van hem verschillen tonen, want zijn biet ligt hem. Nee. Het is echt schoon gedaan. Dat is ook wel leuk gedaan. Dat is een leuk dorpje, hè. En de vitrine. Ja. Tof. Papa. Ik doe ook mijn licht. Ja. Stripjes. En het rat is ook wel tof. Oh, maar kijk, dat is ook wel tof gedaan. Kijk, dat is echt heel mooi. Ze liggen plat. Ja? Nee. Dat, ja, nee, die niet, hè. Die is wel, hè. Dat zijn de baksteen, normaal. Ah, ja, dat is ook. Maar great. In plaats van zo verticaal staan en is het plat gedaan. Ja. Dus dat vind ik wel. Dat is niet eens keer dat ik dat zie. Dat is wel tof gedaan. Ja. Zie, daarom kom ik graag naar Lego beurs. Ik leer altijd, maar altijd bij. Dat is altijd zo. Nou, hier staan. Met een poliebak. Poliebak. Je moet niet schaam. Ik werk niet schaam. Dus kom je even op Facebook. Kijk, hij staat er nog niet in. Hij staat er nog niet in. En was je de team? Oh, dat is een ding van vroeger. Weet je dat nog? Dat je moet verschuiven. Ja! Dat is dat. Kijk, zie wel. Wij deden dat vroeger en boekjes. Maar hou zo gisteren. Ja. Dam is echt ja, mooi. Ik ging juist te zeggen, dit is een dam. Is dat van u? Hé? Nee? Is dat van u, die dam? Oh, weet ik niet. Toch. Oh, zie, van Valentijn. Toch. Van Diego. Amai. Dat is ook wel cool gedaan. Met al die motor. Dat is wat. Dan heb je zowel een Instagram pagina of een Facebook groep? Nee, meisje. Het enige gewoon dat foto's oploopt is op flikker. Kaartje van nemen. Ja. Oh, dat is wel tof. Wacht, kan ik het om een keer om. Dat is tof, man. Dat is mooi. Die kleurencombinaties zijn weer mooi. Heel mooi. Oh, I love that pink. Alhoewel, dat geen pink, maar dan ben. Oh, wauw. Dat is heel mooi. Hier, hoe zat dat aan elkaar zit? Heel mooi. En al die linkjes, die paadjes daarover zijn ook, ik weet niet hoe leuk ze zijn. Ah. En hier, een bessenboompje. Zie, hoe mooi. Oh wauw, dat is een mooie techniek. Angelina, dat is hier een mooie techniek. Deze. Ja. Die heb ik ook al gezien, denk ik, in het shoppingcentrum van Weenhem. Denk het wel. Die? Mooi. Die weet je niet.
die weet je. Ah, maar die wel, die hippiebus. Want ik vond dat een van de mooiste creaties in Wijnegem, die me bijgebleven waren. Omdat dat zijn heel veel stickers. Ja, maar dat zijn allemaal blokjes dat je eigenlijk niet weet wat je ermee moet doen. Snap je? Omdat ze zijn nogal stickers. Versta je het? Dus die persoon heeft al gedacht van, hey, weet je wat, ik ga dan een hippiebus mee maken. Ik vond dat wel cool. Kijk, je staat die terug. Dat is ook wel speciaal. Dat is heel speciaal. Ook zeer architectwerk. Ja. Oeh, dat is zo'n bal. Nee, moet je dat nou? Kan uithalen. Dat omhoog ja. En dat hij dan, ja. En dat is dat tof. Amai. Er zit er ook nog een beetje techniek in, hè? Mm-hmm. Dat is wel. En dat is ook wel tof. Ja. Dat is eigenlijk zo de speelt van vroeger, die auto's die aan op twee kanten kwamen. Ja. Zo met dat bakje zo. Dat was zo inderdaad, ja. Dat is meer het techniek, het mechanische gedeelte. De speciale tafel dan. En dat ook niet... Ja, ik ging je zeggen, dat moet je ook denken, kijk, maar dat is het voorbeeld ervan. Dat is wel mechanisch hier. Dat is ook wat op die minifiguren. Die eigenlijk niet meer mini zijn, maar... Very tall. Oeh, dat heb ik ook veel gespeeld, hè. Weet je dat? Dat was zo'n dingetje, moest dat vasthouden. En dat balkje ging dan... Allee, je moest heel dat platform draaien en doen. Voor dat balkje dan. Ja. Verstaan dat ik niet interessant ben. Nee, ik word echt aan het geven. Sorry, pardon. Allee, dat is toch dat? Je moet dat dan vastpakken, weet je wel. En hup, rechts, links. Ja, je moet dan moet dan uithangen. Buigen naar links, naar rechts. Dat is, dan, dat. Dat is ook op de iPhone. De eerste iPhone dat spel ook. En dat is die die niet dat zelf doen. Wauw. Dat is vet. Amai. Wat? Wat? Zo te zien, voilà. Kijk, Jens. Hier, hè. Nu een lolly. Nee. Kijk, dat zijn die thee. Niet dingen zijn dat... Mandala's. Homes, dat er allemaal... Dat is wel cool. Nice, hè. Dat is echt wel... Dat is heel cool. Dat kan ik niet ontdekken, hè. Ik denk, totaal niet. Ik stel me een keer zo'n motorje vragen voor... ik ben zo'n motorje in mijn vieren neerleggen, bezig. Ja, is dat? Ja, ik denk het wel. Matteo Chun. I'm building a Lego city to support my Mars-based project on... Ah, kijk, heeft hij nog Lego IDs. Zo, ik moet gaan kijken. Ah, hier, kijk, dat is al Lego IDs. Dus mensen gaan liken naar Lego IDs, hè. Ja, zeker zo. Ja. En die jongens weten iets aan doen, weten iets met de ruimte. Ja, space. Van mijn ogen, al die kleuren, al die blokjes. Wat is nu? Bricktrick? Ik weet het eigenlijk nog niet. Eigenlijk is dat daar heen. We hebben hier heel lang gezeten, alhoewel dat een kleine... Allee, jongen. We gaan nog tussen. Ja, wat is het? Dat is eigenlijk een kleine beurs. Maar we gaan overal heel lang blijven praten. Wat dan niet erg is, want het was eigenlijk heel erg interessant. Voor Angelina was het eigenlijk haar eerste Lego-beurs. En ze vond dat super. Ik zei, ja, de mensen zijn hier eigenlijk altijd... altijd vriendelijk. Ja, bedoeld zijn mensen. We hebben heel veel bijgeleerd. Ja. Bepaalde trucjes ook. Dus we hebben heel veel tips gekregen. Ja. Dus, ja. En ik en Angelina gaan samen... creaties maken. Ja, wie weet. Binnenkort gaan jullie daar allemaal een tip over hebben. Ja, kijk, dat gaan we wel zagen, heel rolijk. Binnenkort zou je daar een kleine tip over krijgen via een short. En ik ben een keer benieuwd of dan jullie het gaan raan wat dat is. Misschien gaan ze het al weten, misschien niet. We gaan het zien. Wie weet. Maar back to the Lego beurs. Het was vreed. Zeker de moeite, het was echt heel ja, leuk. Ja, het was leuk. Dus een keer anders aan shoppen. Ja. Of gaan eten. Kijk, we gaan eigenlijk gaan eten. Kijk op mijn hand. Zie.
Maar wat ik nog wil zeggen is dat ik wel op deze... Nee. Oh, ik ben trein genoeg gezien nu. Dan de mensen op de beurs. Dat wel heel mooie creaties waren. Dus ja. Chapeau aan iedereen. Ik heb eigenlijk weer nieuwe dingen gezien. Weer nieuwe ja, technieken geleerd. Ik heb echt niet veel te zeggen. Het was echt zeer, nee, ja. Zeer bewonderend. Zo. Kleine gezellen. Voilà. Ja, het was heel mooi. Ja? Je ziet dat mensen echt gepassioneerd zijn. Je ziet dat aan hun werk. Ja. Ja, dat is waar. Het was enorm heel leuk om alles te zien. Bedankt ook aan de bedankt ook aan de mensen dat ik heb mogen filmen. Ja. Allee. En nu gaan we kijken wanneer dan nog een keer een beurs aan waarschijnlijk. Dus, en we gaan kijken wat er hier zondag in de buurt is. Dat was superleuk. Doei! Bedankt.